Manu, de vierde buurtpolitiefilm ondertussen al. Vertel eens, wordt het geen gewoonte? Een gewoonte wordt dat nooit natuurlijk. Dat blijft altijd heel spannend. Want zo'n film samenwerken met een heel team, met heel de cast samen. Het was een heel beleving. Ik moet zeggen, met deze film, anders dan de vorige films, voor mij, is dat de regie enorm goed voorbereid was. Dus we hebben ook maar 11 dagen, wat dat echt niet veel is om de film te draaien. Maar doordat de regie zo goed voorbereid was, hebben we meer repetitieruimte gehad, meer tijd om de dingen ook voor te bereiden. En dat gaat het resultaat wel, zal het van zichzelf wel laten zien, denk ik. Ja, 11 dagen, het blijft een historische korte draaiperiode. Ja, ja. Resulteert dat niet in meer bloopers of zo? Ik denk dat dat heel goed meegevallen is, omdat we deze keer zo grondig voorbereid waren. Peter heeft de touwtjes in handen genomen en ervoor gezorgd dat alles volgens plan verliep. Hij had de film al 100 keer in zijn hoofd laten draaien. En ik denk dat dat wel gaat resulteren in een heel schoon resultaat straks. Het schrijversteam is ook veranderd doorheen de jaren. Heb je dat gemerkt? Zijn er zo andere dingen waar de focus op wordt gelegd in de huidige film? Ik denk dat hier vandaag nu, met de perfecte overval, een verhaal dat gaat vloeien als een trein. Je zit op je stoel en voordat je het weet is de film ten einde. Het loopt van zichzelf, maar we gaan dat zelfs moeten zien. Waar gaat de film eigenlijk over? Het politiekorps zit op zijn tandvlees, veel te zwaar gewerkt, veel te veel overuren moeten draaien. Iedereen zit op zijn tandvlees, er zit stress in het korps. En er wordt besloten om een soort van teambuilding te organiseren. En blijkt dat die teambuilding valselijk een overval is die niet nep is, maar reëel wordt gepleegd door ons als team. En dan moeten wij dus uiteraard achter de dader aan die dat helemaal heeft opgezet. En waar dat in resulteert, ja, daar moeten we natuurlijk voor komen kijken. Hè. Zeg, hebben ze jullie al gevraagd voor een nieuw seizoen van de buurtpolitie om dat te gaan opnemen? Die vraag die komt altijd vanuit de zender zelf, vanuit VTM. En ik vermoed dat als deze film effectief zijn ding gaat doen, dat er misschien wel een nieuw seizoen gaat aankomen. Maar dat zullen we moeten zien.